Twee jaar geleden hebben jullie aangegeven wat jullie graag voor jongeren willen doen. En als eerste was het goede voorzieningen voor jongeren. Wat is hiervan terechtgekomen en hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? We hebben natuurlijk nou de voetbalkooi hè, op Heusen. Dat is een heel goed initiatief. Ook een initiatief wat uit jongeren zelf gekomen is. Ja, ik denk dat dat een van de initiatieven is die wel goed is voor dat de jongeren dat ook oppakken. Jongeren zijn de toekomst. Het is belangrijk dat zij gehoord worden. En ze mogen altijd langskomen bij jullie. Hoe is dat gegaan de afgelopen jaren? Nou, we hebben niet echt veel jongeren op de fractie natuurlijk langs gehad. We hebben natuurlijk wel twee initiatieven nou van jullie, van de jongerenraad, binnengekregen. Ja, en joh, ga als je wat wil, hè, ga gewoon met elkaar om de tafel, ga als jongeren, pak het beet, begin een petitie. En jullie hebben ook aangegeven, jongeren moeten vooral gaan stemmen. Ik denk dat er best wel wat jongeren zijn die dan ook nog wel thuis blijven. Ik zou zeggen, joh, verdiep je in wat de politieke partijen brengen, wat ze willen, gerealiseerd willen hebben, maak je keuze. En ga naar het stembureau en ga in ieder geval over twee jaar allemaal gewoon naar het hokje. Op Koningsdag moeten activiteiten worden georganiseerd voor de jongeren. En de biep moet blijven bestaan. Dat hebben jullie twee jaar geleden ook gezegd. Ja, nou als we over Koningsdag beginnen. Ik denk dat er op zich wel veel voor jongeren wel wordt geregeld. Dat is dat fabeltje van hier kan niks, daar geloof ik niet in. De biep is gelukkig blijven bestaan. Hè. De bezuinigingen daarop zijn teruggedraaid. Nou, hartelijk dank voor al deze informatie. En een fijne avond verder.